Nou, het is dag. Welkom bij aflevering 3 alweer. En het is weer een frisse dag waar de zombies aan het verbranden zijn. En de schapen en de koeien en de varkens lekker rondlopen. I like the smell of... creeper. Wat gaan we doen? Heb je wel de deugdierreepje gedaan of niet? Want, Ja, ik ben in de kerk geboren. Of juist niet in de kerk geboren. Maar dat maakt niet uit. Ik heb een creeper. Overal zitten fucking rotten. Je bent trouwens meer cool. Ja, ik heb een creeper achter me aan. Dat deed ik eigenlijk een beetje expres, maar maakt niet uit. Ik haal deze kool even uit de muur. Hey, waar ben jij? Ja, ik zit in een of andere grot. Ja, ik had net een creeper achter me aan, maar die is weg. Die dingen horen toch helemaal niet overdag te komen? Jawel. Nou, die blijven gewoon nog. Kijk, er loopt ook nog een creeper. Ik loop een beetje rond. Zullen we ons huis anders wat mooier maken? Waar is die eigenlijk ook dan? Kijk, er is ook nog gewoon kool boven onze deur. Wat je net eigenlijk al zei, maar... Dat zei ik dus al. In de vorige aflevering. Zullen we ons huis even wat mooier maken? Want het is nou een of andere verrotte berg of zo. Met een paar deuren erin. Vet, hè? Ik vind het eigenlijk best wel lelijk. Shit, er komt nog een creeper aangelopen. Gast, je hebt nog steeds de deuren niet dicht gedaan. Wat hou ik toch van dit spel. En creeper, kijk uit. Ja, hij loopt al een tijdje achter me aan. Oh, crap. Hij is dood door de cactus. Wat een domme creeper. Pak de gunpowder. Powder, wat de fuck dat is. Pak in ieder geval... Oh, kut, ik schrok me dood. Waarom maak je cactussen kapot? Oh, let maar op. Ik ga even wat leuks doen. Piep, 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 piep. Ik heb een idee. Ik ga even... ik ga ons dingen wat mooier maken. Je ziet zo wel wat het wordt. Ik dacht dat ik een creeper hoorde. Ja, dan moet je uitkijken. Je meent het. Maken. Ik ga zo'n balkonnetje maken, voor een groot uitkijk bovenop ons, boven de berg, zeg maar. Klein uitkijk bovenop, zeg maar. Juist. Heb ik eigenlijk ook een shovel? Maar niet meer van maken. Tam. Oh, zonlicht, it burns. Ah, cool. Hij moet. Hij loeit, bedoel ik. Geweldige woordspelling weer. Zijn we gewend. Dus ja. Hier hebben we dus een uitkijktorentje. En dit wordt dus een mobtrap en ik hoor een zombie. Mobtrap? Wat de fuck is dat? Gewoon
kut man, ik hoor een zombie. Volgens mij zit er een zombie onder me ofzo. Ja, er zit een hele grote grot daar natuurlijk. Ja, ik zag net ook al zag eerst ook al een zombie daar zo. En die zit er waarschijnlijk nog steeds. Dus. Hoeveel hout heb je trouwens? Genoeg voor een uitkijktoren. Ga je een houten uitkijktoren maken? Ja. Krijg toch wel een klein beetje de creeps van die creepers. Hé, hey, wat heb je nou gemaakt? Ik zie nou een grote soort tuin of zo. Wat de fuck is dat? Nou, oh, wacht maar totdat het nacht wordt. Maar dan gaan ze allemaal daarin of zo. Ja, dat is best wel vet. Oké. We moeten de verstand hebben. Waar is de zon eigenlijk? Oh, het was halverwege. Alle tijd nog. Hè. Waarom maak je dit niet van steen? Omdat ik geen steen heb. Er ligt heel veel steen in de chest. Mag jij doen. Als je zin hebt. Hé, ik zie nog een zombie verbranden. Oh, nog genoeg kool, joh. Wacht. Ja, natuurlijk heb ik het hele ding gehad. Dom. Zo, de uitkijktoren ding is af. Heb je al gezien hoe je erop komt? Met de trap waarschijnlijk. Welke trap? Ach, ik haat die beesten. Ik haat die beesten zo vreselijk. Beesten. Die creepers. Loop je nog steeds aan? Ah, man. Je moest eens weten. Aan de kant, aan de kant, aan de kant. Je staat niet in de weg, maar even goed aan de kant. Maak hem dood, ik maak hem dood. Nee, wacht, ik lok hem hier naartoe. Naar die trap. Ja, nee, ja, die trap, nee, die trap. Trap. Kom maar, kom maar. Hoi. Een dom ding, zeg. Hij moet echt jou hebben, hè? Pokémon. Dit lijkt me toch wel een beetje. Nou, ik ga weer eens naar binnen, want ik heb lang genoeg rondgelopen. Ik ga op expeditie. Voor ergens heen, geen idee, maar ik kijk gewoon even wat er te zien is. Ik zei toch dat er een trap was? Ja, binnen ja, maar dat wist je eerst niet. Of wel? Nee, maar ik gokte wel goed. Dat is waar. Het probleem is alleen dat ze ook op het dak spawnen. Doe er maar wat aan. Het is wel een hele rare map zo hoor. Het is wel niet compleet lijkt wel. What the fuck? Ja. Een hele fucking rare map. Hij is nou weer normaal. Wat? Hij was even aan het laden, ik kan overal doorheen kijken. Had je even moeten kijken waar mobspawners waren? Ik kon niet zien. Oh, hier wel. En als ik er dichtbij kom, dan... Laat maar. Ik kon niet zien. Hm.
Nou, kut, voor donker, gast. Oh, kut, ik moet rennen. Ja, waar ben je? Ja, ver. Ik moet rennen voor mijn leven. Dus Brian, kom thuis, je moet eten. Het wordt donker, we moeten winnen, we moeten slapen. Ik moet rennen, ouwe, als ik dit wil overleven. Ik doe de deur wel dicht. Dat moet je vooraf doen. Pik donker, ik zie heel bijna niks meer. Waar ben je eigenlijk? Ja, ver. Ik heb het huis nog ineens in zicht, man. Dat is kut voor je. Ik ga wel even in de uitkijktoren staan die jij zo mooi hebt gebouwd. Nee, ik zie het huis nu wel. Ik ben nou in zicht. Het geeft heel mooi licht trouwens. Mooi. Zie je me rennen? Mijn leven zit er iets achter me aan. Ik weet niet waar je loopt. Niks achter me aan. Wat lief. Het ziet er verder ook al veilig uit. Volgens mij zag ik net iets spannend. Ja, een creeper in de boom. Waar? Laat zien. Kom maar aan. Nee, maar waar ben je? Naast je. Achter je. Bah! Ik denk dat er een foutje is, want ik ben, jij bent gewoon volledig volkomen onzichtbaar. Ben ik onzichtbaar? Ja, vet hè. Maar daar zo zat hij net. De fuck loopt daar nou weer, zombie. Oh, ik dacht dat die gozer was. Nee. Hey, ik ga eventjes disconnecten en dan join ik weer, oké? Okay? Ja, is goed. Waarom man? Waarom? Nou, omdat ik je nu weer ziet. Zie. Wee! Dat is heel mooi, we gaan slapen. Wat dacht je van dat we even wat gaan mijnen? Ja, is goed.